90% is gitaar. En al het andere is noodzakelijk, maar in principe ook overbodig natuurlijk. Maar met de gitaar kan je het gewoon allemaal doen. Nooit weg moeten doen, jongen, denk ik. Ik ben sinds een jaartje of 6 ben ik in Amsterdam gaan wonen. Ik ben geboren in Den Haag trouwens. Dat vinden jullie vast leuk om te horen. Daar ben ik naar een paar andere plaatsen geweest. Maar ik woon nu in Amsterdam. Daar heb ik een studio. Best wel een leuke studio is dat. Daar neem ik bandjes op. Schrijf ik en speel ik gitaar. Ik heb net een album afgemaakt vorige week voor een bandje dat heet Indian Askin. Die produceer ik. Samen met Peter, een maat van mij, die heeft ook een studio, die mixt, zeg maar, en die produceert ook samen met mij. Mijn studio is meer, zeg maar, de opnameskant van de studio en zijn studio is een beetje meer de mixkant. En daar kunnen we wel vocalen doen of kleine dingen. Ik heb gewoon echt een band room, zeg maar, met instrumenten en drumstellen en orgels en weet ik veel wat. Zijn studio is daar iets te klein voor. Samen hebben we eigenlijk alle twee in-house en daar maken platen mee. Nou, als je in die studio bent, dan zie je dat het 90% is gitaar. En al het andere is noodzakelijk, maar in principe ook overbodig natuurlijk. Want met de gitaar kan je het gewoon allemaal doen. Ik heb een aantal gitaren in mijn opslag staan, omdat ze er allemaal niet allemaal in passen. Maar er liggen daar wel een stuk of 12 gitaren die gewoon echt de top 12 ligt daar. Er zit een SG, een 63 SG, een mijn Jazzmaster, 65 Jazzmaster. Een Jaguar en mijn 6120 Gretsch. Een paar gitaren die gewoon handig. Ik heb een gitaar van Barry Hay gekregen. Een National, die staat daar. Er staan een aantal basgitaren en eigenlijk ook nog wat banjo's en dat soort dingen. Om gewoon een beetje, als je aan het produceren bent, wil je graag even wat anders horen. 12 string, weet je wel, dat soort dingen. Akoestische gitaren ook. Gibsons en het Santa Cruz heb ik daar liggen. Dus eigenlijk als je daar binnenkomt, dan is voor, als je iets nodig hebt, is eigenlijk alles is er. Slidegitaars, pijlsteels, eigenlijk alles is er. Het is een beetje een soort van museumpje. Ik heb in 1998 een Gibson gekocht, een Les Paul. Het ding zag er heel cool uit. Er had al iemand een beetje aan zitten sleutelen. Hij had drie elementen, drie humbuckers eigenlijk. Toen wij in 1998 een publishing deal tekenden bij BMG, een toenmalige BMG publishing. Toen zijn we eigenlijk binnen 2 uur zijn we naar Den Haag gecrossed en hebben we gelijk alles uitgegeven. Een van de dingen die we daar te gekocht hadden, hebben we daar ook nog ik heb daar een meeste boekje gekocht, maar ook die Les Paul. En met die Les Paul hebben we eigenlijk alles wat we met, aan het begin met Kane deden live en dan in de studio is met die gitaar gedaan. De Dando's Eyes en dat soort dingen, daar zit die gitaar gewoon in. En die ligt nu bij Max Guitars. Dus moet je maar een keertje komen kijken.